Zet u hem lijstje. Ga eens even bier halen, man. Bel! Goedenavond. Nou, dat begint al lekker. Nog één keer. Normaal gesproken gaat iedereen staan, maar ik zie heel veel nieuwe gezichten vanavond. Jullie hebben geen idee waar je beland bent, of niet? Nog één keer dan. Bemmel, goedenavond. Goedenavond. Meneer de burgemeester. Nou, omdat er zoveel idioten bij elkaar zitten, dan zal ik het even uitleggen. Het is al meer dan 1,5 jaar geleden dat de echte gemeente Bemmel is opgeslokt door het gedrocht Lingewaard. We zijn met een actiegroep begonnen. En daar ziet u nu het restant van. We hebben geen politieke macht, maar het is een beetje een gimmick dat we ons gemeente Bemmel noemen. We hebben geen gemeenteraad, geen wethouders, wel een voorzitter. Nou, dan moet er iemand zijn. Hij wou niet. Verder hebben we alleen een gemeentebode. Nou, de slijzer zag je net al. Maar blijft dat biertje, godverdomme nou. Het is dat we subsidie voor me krijgen, maar verder... Verder hebben we alleen nog een gemeentesecretaris. Waar zit die? Henk? Peperkam? Nee? Nou, dat moet wel meeschrijven. Leijzer, het etiket moet naar de ontvanger toe. Je dochter werd dat zelfs, man. Test dat we subsidie voor me krijgen. Het wordt allemaal wel duidelijk als ik de notulen van de vorige vergadering voorlees. Per peek, moet dat ding steeds lager of... Even kijken, waar waren we gebleven? Spreken in het openbaar voor beginnen. Nee, nee. Nou. Even kijken, lief dagboek. Gelukkig vanmorgen weer wakker geworden. Met een enorm... Nee, nee. Henk, je hebt ook een handschrift van een schooljuf. Wat is dit, man? Nee. Zoals Jan Nas altijd zei, je moet een gegeven paard niet in de bek schijten, hè? Even kijken, het wordt nu allemaal wel duidelijk. Even geduld, jullie zijn allemaal hier voor de verkiezingen, dat snap ik heus wel. Even geduld, AUB. Wat ben je aan het doen? Ik kan beter een selfie maken, lekker ding. Henk, wat heb je ervan gebouwd? Als het wat langer duurt, sorry, namens Henk. Die is nogal lang voor stof altijd. Notulen, de gemeente Bemmel, de dato 11 november 2014. Er zijn 4 onderwerpen aan de orde geweest. Punt 1. Het plan van vicevoorzitter... Henk, is dat met een Z? Het plan van vicevoorzitter Frank Hoekjan van GroenLinksom of rechtsom is wederom met hoongelach ontvangen. Admiraal Hoekjan stelde voor de 11e maal voor het gemeentehuis met hulp van zijn collega's te veroveren om afsplitsing van Lingewaard af te dwingen. Lijstdouwer Jan Verhoeven van de Partij voor Oude Blauwe deed hierop het voorstel een maximum in te stellen van 11. Dit werd op 1 stem na unaniem aangenomen. Nou hoor ik net dat Frank ondergedoken zit na dit fiasco in Scandinavië. Ik stel voor dat als hij zich weer vertoont dat we hem met open armen ontvangen. Want hij is ook een Bemmelnaar. Punt 2. Nog even geduld. We komen bij de verkiezing. Rust, rust, rust. Het voorstel van opperhoofd Menno Meijer van lijst Bier Hier wordt na lang gesoebat op de lange baan geschoven. Om Bemmel op de kaart te zetten zou tijdens de dweildag de hele dag bier moeten stromen uit de pomp bij de ponybeelden op de markt. Technische problemen werden direct opgelost, maar helaas. Geen enkele horecaondernemer bleek bereid dit te sponsoren. Zelfs Menno zelf niet. Punt 3. Wat heb je nou weer? Henk, kun je iets met computers of zo? De heer Felix Kleinpenning
nam mompelend het woord, maar werd gelukkig snel afgekapt door... Mejuffrouw Kleinpeen. Lezen. Is dat niet een lekkere mokkeltje met die lelijke vent? Ja. Die gnoom. Wat een paardenlol is dat, hè? Even denken, waar was ik? Het voorstel van mejuffrouw Kleinpenning van de Pipa Poepartij werd onder luid applaus subiet aangenomen. Bij toekomstige bijeenkomsten van onze beweging wordt voortaan symbolisch één stoel leeggelaten. Dit ter nagedachtenis aan hen die zijn gevallen in de strijd voor een beter Bemmel. Lijzer. Stoel. Zet een grijze muur langs de A15 door een dag uit het verre Den Haag in het bedoog. Donkere wolken van op hen die ons voorgegaan zijn voor een beter Bemmel. Proost! Orde, orde. Serieus bezig, Heidi. Punt 4. Nog één en dan gaan we naar de verkiezing. Rust, rust, rust. Het was de bedoeling de vergadering feestelijk af te sluiten met de benoeming van de Bemmelnaar van het jaar 2014. Maar helaas, door afwezigheid van de uitverkorenen, is de fantastische speech op rijm. Henk, hij was fantastisch. En de uitreiking van de gouden maille komen te vervallen. En onze geliefde burgervader stond behoorlijk voor lul op het podium. Nogmaals dank hiervoor, Bram opgenoord. Tot slot werd de vergadering afgesloten met het traditionele gratis rondje van de Roskam. Henk, dank voor de notulenwerk. Neem aan dat je al pen in de aanslag hebt. Dan gaan we over naar het enige punt van deze vergadering. Voor degenen die het niet hebben meegekregen, ik heb een brief ontvangen. En ik heb meteen deze extra vergadering uitgeroepen. Een brief van 3 namen stonden eronder. Een A. Alledag. Nee. A. Hofstee. En een B. Weter. Nou, in die brief werd mij verzocht op zoek te gaan naar een waardige opvolger van Jan Aqua. Een hele mooie brief. Ze schreven hoe waardevol het werd gevonden dat er in ieder geval iemand in ons dorp rondloopt die iedereen kent. Het was een prachtige brief. Het omschreven als de bindende factor van ons dorp. Ja, ik vond het zo briljant dat ik deze vergadering direct heb belegd. En ja, fantastisch dat jullie in zulke getalen zijn komen opdagen hiervoor. Ondanks de veiligheidsproblemen van de laatste tijd. Ja, laten we maar meteen overgaan tot het aanwijzen van de nieuwe dorpsgek. Gaat u alles staan? U weet hoe het werkt? Nee, mensen met kunstknieën. Nee, Jan, rustig, rustig. Piet, blijf jullie niet. Nee, die hele afvaardiging van de gouden appel, die kan gewoon... Nee. Maar de rest die nog redelijk te been zijn... U weet toch wel hoe dit... Kijk, zelfs Leijzer snapt het. Ik noem een paar dingen op en als je je niet herkent, mag je gaan zitten. Het is eigenlijk heel simpel. Bril telt niet. Als u zich niet herkent, gaat u lekker zitten. Daar gaan we. De nieuwe dorpsgek van Bemmel heeft ruime ervaring met het alcoholisch nuttigen van lekkere drankjes. Moeder, staan. Ja, het moet wel een beetje geloofwaardig lijken. Nou, nog redelijk veel. De nieuwe dorpsgek van Bemmel woont in Bemmel, maar heeft woonervaring buiten Gelderland. Ja.
Nou, we gaan door, we gaan door. De nieuwe dorpsgek van Bemmel lust witte wijn. Schrijver, er zit alcohol in. Niet geloofwaardig. De nieuwe dorpsgek van Bemmel is een vrouw. Zit iedereen al? Oh, niet iedereen zit nog. Hebben we er maar één? Nou, dan moet ik even wat verzinnen. Oké, de nieuwe dorpsgek van Bemmel is al heel lang getrouwd, maar is verliefd op een klein jongetje. Nee, nog niet.